Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andreas Tribos en mijn gast is Kees van Rixhoorn. Welkom, Kees. Dank je. Leuk, nu mag ik jou eens interviewen. En jij interviewt de hele dag mensen. En ik vind het wel leuk. Hoe voelt dat? Nou, dat is een voorrecht, moet ik zeggen. Want je krijgt heel veel mensen te spreken. Ze hebben vaak interessante verhalen, meestal. En het is dus mooi om die verhalen ook weer weer te geven aan een groter publiek. Ja. En dan het liefst in begrijpelijke taal. Toegankelijk, dat het voor iedereen prettig leesbaar is. Daar moet je altijd wel op letten. En daar groei je ook wel in als je dit vak uitoefent. Ja. Maar het is een mooie hobby. Hobby? En ik heb er mijn werk van kunnen maken. Dus. Heb je een opleiding gedaan? Niet in de journalistiek. Ik heb in de geschiedenis rondgezwalkt. Nou, ook leuk. Ja, zeker. Ja. Maar ik ben eigenlijk via omwegen in de journalistiek terechtgekomen. Mooi. Nu zie je dat wel meer bij andere mensen ook die de studie hebben gedaan die ik deed. Geschiedenis. En dan zie je wel meer mensen die ook in de journalistiek of in de redactionele wereld of uitgeverswereld terechtkomen. Ja. Ik ben toch bezig met het doorgeven van verhalen. Ja. En in feite is journalistiek ook de geschiedschrijving van nu. Hè? Ja. Van alle dag. Dat is waar. Ik ga nog even terug naar mijn eerste vraag, want ik wil je ook nu van je weten. Hoe voelt het om nu eens aan de andere kant te zitten? Ja, dat is op zich wel anders voor mij, natuurlijk. Meestal stel ik de vragen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook een gesprek wat zich ontwikkelt doorgaans tijdens een interview. Dat hopen we. Ja, die ervaring heb ik zelf wel. Ja. Dus dan, ja, er is wel iemand die een vraag stelt, maar als het goed is, ontwikkelt zich een gesprek en merk je niet meer zozeer wie nou de interviewer en de geïnterviewde is. Uiteindelijk natuurlijk wel in het resultaat, want er is er één die het uitwerkt op papier. Maar als je een leuk gesprek hebt gehad, dan is het ook echt een gesprek geweest, zeg maar, een dialoog. Meestal heb ik ook niet echt een lijst met vragen vooraf. Nee. Ik heb wel in mijn hoofd ongeveer waar ik naartoe wil, maar niet van 1 tot en met 10, daar ga ik allemaal vragen. Maar ja, ontwikkelt zich iets. Dus dat zou nu ook kunnen. Ik hoop het. En ik dan hoop het. Ja, maakt het niet zoveel uit of ik aan die of aan die kant zit. Nee, maar het is natuurlijk wel. Dit is iets anders dan een krant, hè? Als je, ik kan me voorstellen, als je mensen interviewt voor een krant, dan zit je daar een uur, 2 uur, en dan komt er een artikel in de krant. Nee. Maar dit moet allemaal in 20 minuten. Ja, je bent wel wat beperkter natuurlijk. Dat is een heel ander vak dan weer. Ja. Ja, ja, ja. En er is nog wel een verschil natuurlijk, want nu moet ik iets over mezelf vertellen. En dat is meestal niet het geval. Nee. Vind je dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Nee, je hebt niks te verbergen. Nee, nee, op zich niet. Nee. Nee. Heb je altijd journalist willen wezen? Je zegt, ik ben erin gerold. Maar je hebt eerst geschiedenis gedaan. Ja. Nou, ik ben niet van nature journalist geworden. Eigenlijk niet. Nee. Je had niet als jongetje van 7 dat je dacht, later word ik journalist. Ik ben eigenlijk met alles een soort laadbloeier. Oké. Okay. Dat was op school. En ik ben ook pas laat getrouwd. Toen ik een jaar of 35, 36 was. Oh. Ja, en de journalistiek ben ik ook later ingerold. Ik had niet het idee toen ik op de lagere school zat van nou, dit is mijn toekomst. Nee. Wel was ik altijd geïnteresseerd in mijn omgeving. Ja. Dus hoe het dorp in elkaar zat, waar ik opgroeide. Waar was dat? In Bolnes. Bolnes? Tussen Rotterdam en Ridderkerk. Ja. Dus ik wist alle straten wel goed te vinden. En ja, de geschiedenis van zo'n dorp. Ja, toen was ik 7, 8 jaar. Daar wilde ik ook wel veel van weten al. Ik was wel, zeg maar, nieuwsgierig naar mijn omgeving. En ook naar het verleden. Dus ruimte en tijd.
Ruimte en tijd. Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ja. Later ook, toen zijn we naar Brielen verhuisd. Ik kan me wel herinneren dat wij toen ook, ik samen met mijn zusje, gingen rondfietsen om te kijken hoe de straten heten en hoe ze ten opzichte van elkaar lagen. En ja, dan heb je een beeld van hoe het is. En wat de watergeuzen daar gedaan dan? Ja, dat was ons al geleerd op school. Dat is natuurlijk. Waar. Ja, dat was ook wel blijven hangen, want het is natuurlijk een prachtig verhaal. Nou. Nu je het hebt over geschiedenis. Ja. Ik weet toevallig waar je woont. Ik weet waar jouw huis woont. En dat huis is heel bijzonder. Ja, toch? Het is een huis met geschiedenis. Ja, ja. Vertel eens. Ja, het staat al op kaarten van eind 16e eeuw. Het is van oorsprong het Ambachtse Herenhuis van Dirksland. En dat is? Daar woonde aanvankelijk de ambachtsheer, dus eigenlijk de eigenaar van de polder Dirksland en het dorp. En ja, later ging daar wel zijn dus secretaris rentmeester wonen. Dus de ambachtsheer die had verschillende ambachten en die woonde elders. Maar de secretaris rentmeester hield de boel in de gaten. En ja, dat huis was ook een soort van secretarie van het dorp. Het lag ook vroeger echt aan de secretarieweg, die bestaan nog steeds. Ja. Maar, alleen de oriëntatie van het huis is anders geworden. Ja, want die ligt daar. Achter. Achter. Schuin achter, ja, ja. Naar het oosten. En nu is de oriëntatie naar de Winterstraat. Ja. Sinds 1945. Oh, dus eerst lag het aan de secretarieweg, zeg maar. De voorkant van het huis was richting de secretarieweg. Oh. Dat kan je nu nog zien aan de zijkant van ons huis. Ja. Want dan zie je dus het patriciershuis wat in het begin van de 19e eeuw daar is gebouwd. Met dichtgemetselde voordeur en dichtgemetselde ramen. En in 1904 is het helemaal veranderd. Het bestaat nu uit 4 woningen in feite. Hè. Onze woning, de 2 huizen daarachter, dat zijn de oudste. Dat is het oorspronkelijke ambachtsheerhuis. En het huis naast ons, waar het hof op staat. Ja. Dat was het voormalige zomerhuis. En David van Weel is daar ambachtsheer geweest. En, van het ziekenhuis? Nou, zijn kleindochter is Paulina van Weel. En die heeft ooit 1 miljoen gulden beschikbaar gesteld om het ziekenhuis te kunnen realiseren. Wat leuk. En dat is dus op grond van het ambachtsherenhuis gebeurd ook, want vroeger stond daar verder niks. Nee, want ik zat me af te vragen, je zegt eind 16e eeuw. Ja. Hoeveel mensen woonden er toen in Dirksland? Het zal niet veel geweest nou, zijn. Nou ja, je had de Voorstraat en de Ring en de Straatdijk was er al. En ja, dat was het ongeveer wel. Je had nog wat achterwegen natuurlijk. Ja. En de Winterstraat... daar had je dan dat ene huis aan staan met daaromheen een hele grote tuin met boomgaarden en weiden. En daar heb je nog prenten van? Ik heb een kaart uit eind 16e eeuw, begin 17e eeuw, waar het huis op staat inderdaad. Wat geweldig. Jammer dat je dat niet bij je hebt. Maar je wist niet, het hierover zou gaan. Nee. We gaan weer terug naar je werk. Ja, prima. Je werkt bij het Eilandennieuws, onder andere... Onder andere, ja. Dus een van mijn opdrachtgevers. Ja. Ja. En is er speciaal iets waarom deze krant? Of? Het is eigenlijk een toeval. Ik werkte wel voor de Zierikzeese Nieuwsbode. Ja. Lang geleden. Maar die stopte ermee. En toen kreeg ik de vraag van de hoofdredacteur van toen of ik soms eens een keer iets wilde doen voor de krant. Ze hadden vernomen dat ik wel eens iets op dat gebied deed. Dus ik zei, ja, waarom niet? Kom erop. Dus toen ben ik de gemeenteraad van de gemeente Dirksland, die toen nog bestond, gaan volgen. En dat heb ik tot 2013, toen de gemeente is opgeheven, heb ik dat gedaan. Vond je dat leuk? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Je bent er wel intensief mee bezig. Ja. Zo'n vergadering duurt van 7 tot 11 soms. En dan moet je het nog gaan uitwerken natuurlijk. Dus het is wel een dagtaak. Ja. Maar ja, ik vond het leuk om te volgen. En het is je eigen omgeving. Dus, dat is waar. Dat is waar. Ja, omdat ik daar interesse voor heb, zoals ik al zei. Ja.
En nu met de nieuwe gemeente doe je dat niet meer? Nee, want mijn collega die... Of een van mijn collega-correspondenten, kan ik beter zeggen, die deed al 3 gemeentes. Dus Oost-Vlakke, Middelharnis en Goederede. En ja, het is er eigenlijk automatisch naar hem toegegaan. En ik vind het ook eigenlijk niet erg, want wat ik zeg, je moet er heel veel tijd in steken. Ja. En ik ben andere dingen gaan oppakken voor de krant. Ja, alles wat op mijn pad komt... Ik krijg opdrachten van het Eilandennieuws, dus ga daar of daar naartoe, wil je die of die interviewen. Er is een boek verschenen, wil je dat gaan bekijken of de schrijver interviewen. Maar ik kan zelf ook met ideeën komen als ik wil eens horen van iemand die iets bijzonders te melden heeft. Of gewoon een mooi verhaal te vertellen heeft over zijn leven, dan... Dan kan ik dat aankaarten en dan gaat meestal het licht al op groen bij de redactie. Dus dan kan ik mijn gang gaan. Leuk. Ja. Leuk. En hoe kom je aan je contacten? Hoe kom je aan de mensen die je spreekt? Ja, dat gaat ook eigenlijk vanzelf. Hoe meer je op zo'n eiland, of hoe langer je op zo'n eiland woont, hoe meer mensen je leert kennen. En je beweegt je in allerlei... Kringen, inderdaad. Mm-hmm. Ja, dan, dan als ze iets in de aankondigende sfeer hebben of een nieuwtje of wat dan ook, dan vragen ze van, wil je er iets over schrijven? Leuk. En ik zit veel in de cultuurhistorische hoek wel. Geschiedenis, archeologie. De schat heb je ook... Schat heb ik ook gedaan. Ja. Ja, dat was een heel bijzonder verhaal, want ik kwam Arco tegen van de vorige zomer. Hij zegt, wil je een nieuwtje? Ik zei, ja, tuurlijk wil ik een nieuwtje. Daar ben ik van. Ja. Ja. Toen zei hij van, ja, ik kan er nog niet zoveel over zeggen, maar ik zal je wel in zijn als de tijd rijp is. Ik zei, ja, kan je niet een tipje van de sluier oplichten dan? Ja. En toen vertelde hij in feite al het hele verhaal tegen me, zonder dat ik het in de krant mocht zetten. En toen moest jij het voor je houden. Toen moest ik het voor me houden, maar later heeft hij dus, toen was het inmiddels november, dus we waren wel een paar maanden verder, heeft hij me gebeld van, we gaan nu ermee naar buiten treden. Ja. En toen kon ik het verhaal publiceren. Ja, hij is hier ook geweest, hè? Ja. Ja. Het is een heel bijzonder verhaal. Heel bijzonder. Heel bijzonder voor het eiland ook. Dus, dat is heel mooi. Ja. Het zijn dus de krenten uit de pap, hoor, voor een journalist. Ja, ja, dat geloof ik. Ja. En jij ontmoet natuurlijk heel veel mensen. Hè, van burgemeesters tot, noem maar wat. En ik heb niet het idee dat je naast je schoenen loopt. Nou, omdat je met belangrijke mensen omgaat. Daar heb ik last van, nee. Daar heb jij geen last van, hè? Nee, nee. Zo kom je ook niet dat over. Dat heb ik niet meegekregen van huis uit. Nee. Zeg maar, en daar ben ik wel trouw aan gebleven. Dat is mooi. Ik heb ook wel bekende mensen geïnterviewd, hoor. Niet voor het Eilandennieuws dan, maar voor andere bladen. Ja? En daar heb ik er ook geen last van. Nee, heel mooi. Alexander Pechtol ben ik wel eens geweest, bijvoorbeeld. Dat is toch wel een beroemd iemand in dat feite. Dat is een beroemd iemand. Ja, die was ooit veilingmeester bij Veilinghuis van Stockholm. Klopt, ja. En die heb ik dus daarover geïnterviewd. Toen was hij nog een stuk jonger. Het was heel leuk ook. Ja. Jan Brokken heb ik ook wel eens geïnterviewd. Ja. Mark Overmars. Dus ja. Dat zou ik ook wel eens willen. Leuke dingen. Ja. Ja, ja. Ja. Dat is heel leuk. Maar nou, dan heb je het over een veilingmeester. En je hebt het over een voetballer. Ja. Maar voor wat voor bladen doe je dat dan? Nou, dat was voor een blad over verzamelen. Een landelijk blad. En die wilde in elke nummer een bekende Nederlander met een collectie. Hmm. Of een bijna bekende Nederlander. Ook wel, maar de meeste waren echt bekend. Dus Mark Overmars had bijvoorbeeld een collectie emaille reclameplaten. Je meent het. Ja. Echt van heel vroeger ook. Ja, uit 100 jaar oud. Wat leuk. En nog ouder. Wat leuk. Hij is daar een museum mee begonnen ook. Mark Overmars? Ja. Waar? Ergens op de Veluwe. Ach, wat leuk. Even de naam kwijt van het dorp. Maar, ach, wat leuk. Ze zijn nu helemaal in, hè? Die dingen. Ja, zeker. Ja. Maar hij heeft de echte. Hij heeft hij had ook wel geld om die dingen te kopen, want die zijn heel duur. Ja. En Ernst Jans. Ja.
Die had een collectie postzegels uit Nederlands-Indië, waar hij geboren is. Tuurlijk. Ja. Ach. Ook geïnterviewd, was ook heel leuk. Ook een hele bescheiden iemand, moet ik zeggen. Ja. Dat zijn vaak toch de leukste gesprekken ook wel. Mensen die zelf niet naast hun schoenen lopen. Je hebt me helemaal door. Ja. Ja. En dat, dat was een blad over verzamelen? Ja, Katawiki Magazine heette dat. Katawiki is zo'n online veilinghuis. En die hebben om hun naamsbekendheid te vergroten een tijdje een blad gemaakt. Daar zijn ze wel bij gestopt. Dus staat dat ook op internet? Denk het wel. Ja, ja, ik zie het wel eens. Ja. Dus dat bestaat niet meer, dus schrijf ik ook niet meer voor. Nee. Maar daarnaast schrijf ik voor dezelfde uitgeverij wel voor een boekenblad. Een boekenblad? Ja, dus interview ik wel eens auteurs. Leuk. Ja. Leuk. Ja. En dat is ook een van mijn opdrachtgevers. Oké, okay, een landelijk? Ja, een landelijk boekenblad. En hoe heet dat blad dan? Boekenpost. Okay. Ben ik een tijdje hoofdredacteur van geweest ook. Dus dan moest je ook de kopij innemen van correspondenten en schrijvers. Ja. En redigeerpen erop loslaten. Dus dat doe ik dan ook. En zelf rubrieken schrijven en kruiswoordpuzzels maken. Maak jij kruiswoordpuzzels? Maak ik ook, ja. Dat zijn toch talenten die je anders nooit te weten zou komen. Maar het leukste is schrijversinterviewen. Ja. Arthur Japin of Jan Brokken. Ja, doe maar. Dat zijn leuke dingen. Ja. Ja. En dat doe ik nog steeds. Dus. Oké. Okay. Ja. Wat leuk. Maar dan, jij moet dus helemaal je dag zelf indelen. Ja. Dat is ook een vak apart. Een hele week zelfs. Ja. 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 Dat is een vak apart, of niet? Ja, je moet een beetje gevoel voor structuur hebben in dit vak. Ik heb vaak 4 of 5 of nog meer deadlines tegelijk. Dus je moet wel goed weten wat je doet en op welke tijdstippen. Maar dat, dat leer je ook wel. Ja. Ik doe dit werk nu ook wel een flink aantal jaren. Ja. En ik heb nog nooit gehad dat ik een deadline niet gehaald heb. Nee. Nee. Dat werkt zelfs lekkerder, of niet? Ik heb het, ja, dat heb je wel nodig natuurlijk. Anders dan ga je het misschien uitstellen. Ja. En, maar je hebt ook nog een gezin. Ja, ook nog. Ja. En ik werk thuis, dus ik zit bovenop het gezin. En het gezin zit bovenop mij. Ja. Ja, en dat gaat allemaal samen. Het gaat allemaal wel samen, ja hoor. Ja, het is wel een plezierig leven eigenlijk. Dat. Ik werk gewoon thuis. Ik ga de trap af en ik ben op mijn werk. Ja. Dat is mijn woonwerkverkeer. Je hebt geen baas die op je nek zit. Heerlijk. Ja. Word allemaal journalist, toch? Het is een aanrader, ja, als je een beetje gevoel hebt voor taal. Ja. En je kan iets weergeven wat een ander jou vertelt. Ja. In een goede, begrijpelijke taal. En dan is het voor iedereen een aanrader, denk ik. Ja, ja. Krijg je vaak reacties op stukken? Toch wel, ja. Ja? Ja. Ja. Wat voor reacties? Ja, meestal zijn ze wel blij met het verhaal. Dat is helemaal fijn. Ja. Soms ook wel eens niet, maar goed, ja, dat hou je toch. Je maakt natuurlijk heel veel verhalen. Ja. Ik, het zijn er misschien wel een paar honderd per jaar, dus ja, niet alles is even goed waarschijnlijk. Maar ik probeer wel altijd in ieder geval de taal goed te hebben. Dus geen stijl- en typfouten. Nee, nee, nee. En ja, ook iemand terecht te doen, dat vind ik wel belangrijk. Dat je zijn verhaal echt goed weergeeft en niet je eigen draai eraan gaat geven. Nee, dat is slecht. Ik kreeg bij de gemeenteraad van Dirksland wel eens een compliment dat ze uit mijn verslagen niet konden opmaken van welke partij ik waar mijn sympathie lag, politiek gezien. Ik zeg, nou, hou zo. Ja. Objectiviteit is niet te bereiken, 100%, maar je kan wel je best doen om die richting uit te komen. Ja. En als ik dan zo'n compliment krijg, dan denk ik van, nou, dan lukt goed dan, bezig. Lukt dan wel redelijk. Ja, fijn. Ja, ja, dat is mooi. Ja. En je vertelt nu over al die stukken, al die mensen. Heb je mensenkennis nodig? Nou, ik ga altijd onbevooroordeeld naar iemand toe. Ik heb mensenkennis, ja. Dat ontwikkel je wel, denk ik. Mm-hmm. Je hebt wel gauw genoeg in de gaten of iemand het achterste van zijn tong laat zien. Of dingen achterhoudt of niet wil vertellen. Je hebt ook wel eens mensen dingen vertellen en zeggen dat mag niet in de krant.
gebeurt ook. Ja. Ja. Dan wordt het toch lastig. Maar de meeste gevallen is dat niet zo. Nee. Dan vertellen mensen gewoon graag hun verhaal en vinden ze het fijn als het in de krant komt. Ja. Sommige mensen word je ook echt wel onthaald. Die vinden het wel wat als de krant komt. Ja. Ja. Hoewel dat wel minder wordt. In het verleden was dat meer hoor. Wel, ja, je hebt nu veel meer media natuurlijk. Ja. Ja. En iedereen kan zichzelf presenteren. Ja. Ja. Dat kan. Vroeger ja. Zaten mensen nog wel eens opgeprikt te wachten tot de journalist binnenstapte. Ja, want het was ook een evenement natuurlijk. Het was wel evenement. Ja. 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 Dus je leert ook wel bescheidenheid in deze tijd. Jawel. Ja. Jawel. Ja. Ja. Die mensenkennis. Heb je wel eens vergist in mensen? Vergist in mensen? Ik bedoel, in je niet in je privéleven natuurlijk, maar in dat je dacht, nou, dit gaat een heel goed gesprek worden en dat er niks komt. Of dat je denkt, nou, wat daar nou moet doen? Ja. En dan komt er iets moois. Nu begrijp ik wat je bedoelt. Ja, sorry. Dus ja. Je hebt wel eens dat mensen heel van de hak op de tak een verhaal vertellen. Zijpaden gaan bewandelen die helemaal niet aan de orde zouden moeten zijn voor je gevoel. Maar toch ergens op uitkomen wat ja, dan wel weer interessant is. Ah. Ja, dat komt voor. Ik ben wel eens bij iemand, zit je er 3 uur en rij je naar huis. En denk, hoe moet ik dit aanpakken? Ja. Maar dan als je gaat zitten, dan komt het wel. Ja. Ik heb ook wel eens dat iemand in een half uur zijn verhaal gewoon van A tot Z perfect vertelt. Ja, ja, dan ben je in één keer klaar. Dus ja. Als ik het mag samenvatten, want we moeten onderhand gaan afronden. Geen dag is hetzelfde. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En je werkt met letters, je werkt met woorden, maar je werkt ook met mensen. En daardoor blijft het spannend. Dat is het mooie. Ja. Ja. Nou, ik dank je hartelijk. Graag gedaan. En leuk om nou eens een inkijkje te krijgen in een man die anders inkijkjes bij anderen vraagt. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten? Of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakke.nl. Ik hoop tot volgende week.